We zitten hier bij het hobbycentrum in Boksmeer. We zijn even uitgenodigd om te komen kijken en dat gaan we dus doen. En naast mij zit de voorzitter. Ja, ik ben Peter Ermers, voorzitter hobbycentrum Boksmeer. Sinds 2014 ben ik voorzitter. En welkom Omroep Landverkuik zou ik zeggen. Dank u wel. U zegt 10 jaar voorzitter. Is het ook 10 jaar oud of is het al ouder? Het hobbycentrum is in 2011 opgestart. Destijds in de Weijer nog, op de zolder. Dat zullen sommige Boksmeeraren nog wel weten. Maar dat was echt heel basic. Lang niet alle hobby's wat we nou hier uitvoeren konden daar ijzer bewerken, hout bewerken kon daar niet. Het was meer het boetseren, het glazen lood, het Tiffany, sieraden maken. Het werk wat geen lawaai maakt. Dat kon in de Weijer dus inderdaad niet. Het kon geen lawaai maken en het was ook te klein. En op een gegeven moment kwam er een aantal mensen en die zeiden, god, we willen ook met hout werken, metaal bewerken. Kunnen we niks anders. Een andere locatie vinden. En dat is hier de Valetries geworden. En hoe zijn jullie erop gekomen om hier naartoe te gaan? Nou, deze ruimte stond leeg en dat was van Mantje Martens. En daar konden wij dus huren. En op een gegeven moment, we zijn dus met de helft van het gebouw begonnen. Toen zijn de mensen van de Weijer ook overgekomen hier naartoe. En van lieverlee hebben we uitgebreid met een stukje zolder. De buren gingen verkassen een aantal jaren geleden. Konden we die ruimte ook nog erbij gebruiken. Dus van daaruit is dit volwaardige hobbycentrum ontstaan. Dat is heel mooi om dat te horen. Maar is het iedere dag ook open? Wij zijn elke dag open. Van 1 tot 4:30 op doordeweekse dagen. En de zaterdag van 10 tot 2. Het is pas 11:30. Pas 11:30. En nog vergeten te zeggen, op de dinsdagmorgen hebben we nog een keramiekgroep. En op de maandagavond hebben we etensmedegroep. Dat zijn dan heel veel dagen. En altijd vol? We zitten altijd vol. Dat wil zeggen, op de ene dag is het wat drukker dan de andere dag. Maar het varieert tussen de 7, 8 tot 20, 25 mensen. En iedere hobby kun je hier beoefenen? Je kunt elke hobby hier beoefenen. Wil niet zeggen dat alles mag en alles kan. Maar als mensen met nieuwe ideeën komen, zeg maar, speksteen of steen bewerken. Nou, dan proberen wij dat op gang te krijgen en wij zorgen voor de materiaal en voor de machines en de mensen zorgen voor een hobby. En handwerken, breien, haken? Nou, we hebben textiele werkvormen ook opgezet, maar dat kwam nog niet zo van de grond. Dus als mensen zich daar toe geroepen voelen, meld je eigen bij het hobbycentrum en dan pakken we dat erop. Vaak hebben die mensen hun eigen clubje al, hè? En dan zitten ze bij iemand thuis en ze hebben niet veel nodig. Dat scheelt ook. Ja, oké, maar toch, het gaat om ontmoeten, hè? Samen zijn, samen een kopje koffie drinken, lekker oude bedden, maar ook daarnaast aan je hobby werken. Dus die mensen worden van harte uitgenodigd om met hun clubje dan hier te komen. En maken jullie ook iets, als ik nou hier kom en ik wil een kastje gemaakt hebben, doen jullie dat? Dat doen wij dus wel, maar dat is eigenlijk niet onze core business, hè, zoals ze het mooi noemen. Je kunt dus komen met een vraag en dan vraag je lief aan de timmerman, god, zou jij dat voor mij willen maken? En ja, hij kan ja, hij kan het nee zeggen. Ja, dat is aan hem. Ja, ik heb er al een prachtige timmerman rond zien lopen. Die had ook al van alles te vertellen. Maar er zijn nog meer mensen die hobbyen. Ik zag daar net sieraden liggen. Ik ga hem zo even kijken. En die mensen die komen hier en beginnen gewoon. Nou, die mensen die komen hier, die hebben natuurlijk al vanuit het verleden iets meer gewerkt met sieraden maken en edelstenen slijpen. En een groepje, ja, die zijn hier naartoe gekomen en die hebben steeds meer mensen bij betrokken. En er lopen mensen rond die meer verstand van zaken hebben en die proberen de ander wegwijs te maken in de materie. Het is niet zo dat je workshops krijgt, maar iedereen leert van elkaar en helpt elkaar. Dat is leuk om te horen. Dank u wel. Dat maakt u mooie dingen. Dank u wel, dat hoor ik graag. Nou, dit is dus een voorbeeld van hoe je met kleine stukjes hout toch leuke dingen kunt maken. Van bijvoorbeeld, ik zeg maar even dat, dit is gewoon een stukje grenenhout. En dat kun je dan op een bepaalde manier kleuren. En dat kleur je dan niet met dekkende verf, maar dat kleur je dan met kleurpotlood en met pastelkrijt. En dan krijg je dat effect dat je de nerf blijft zien. Nou, hetzelfde wat ik dus heb gedaan, zoals hiermee, heb ik dus hier eigenlijk ook gedaan. Dat je dus de nerf van het hout blijft zien en kleurt met kleurpotlood ophoudt. Kan dat met alle soorten hout? Ja, eigenlijk wel ja. Er zijn wel hele grote verschillen tussen hout. Bijvoorbeeld hier heb ik gegutst, dat is dus niet kleuren met kleurpotlood of zo, maar gewoon met mesjes. En dan kun je zo, dat zul je zien, is een dame, kun je uitgutsen.
En dan, maar dit is eikenhout. En eikenhout, dat is, dat noem je ringporig. En dan kun je met staalborsten bewerken. En dan komen de poriën naar voren. En die ga je dan kleuren. En dat schuur je dan weer. En dan krijg je dit effect met al dit, met dat hout wat er zo naar voren komt. Nou ja, dat soort dingen probeer ik dan te doen. En hier heb je dan eigenlijk een gewoon stukje hout. En dat is dan in kleine stukjes gezaagd. En elk stukje is dan gekleurd en dan weer later weer aan elkaar gelijmd. Dus dan krijg je zoiets wat je op de muur kan hangen. Nou ja, maar je moet er wel handig voor zijn. Ja, wel een beetje handig. En je moet geduld hebben. Ja. Want dit kost heel veel tijd. Ja. Heel veel tijd. Maar als het een onderdeel is van je hobby, dan maakt het niet uit. Mag ik vragen wat je voor het beroep hebt gedaan? Ik heb vroeger met hout gewerkt op Bronlaak voor mensen met een verstandelijke beperking in de houtwerkplaats. Okay. Dus daar heb ik wel veel ervaring op gedaan, ook met gutsen. Dus altijd in het hout gezeten, zo gezegd? Ja, wel heel lang, ja, inderdaad. Ja.